Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een nieuwe aflevering van de Pokémon Scarlet and Violet Surprise Cage Log met Nanowing. Zeker lekker ring. En ik heb Charizard erin gezet voor onze gevallen strijder Skeledirge. Heb je nog XP candy voor hem? Ik heb helemaal geen XP candy. Dus we gaan het gewoon zo doen. Nou ja, als je hem in de cage match gebruikt, dan wordt hij toch level 50. Precies. Dus dan maakt het geen En mijn Azumarill heeft de Lucky Egg, hè? Dus dat schiet ook al. Oh ja, ja, ja. Moet alleen oppassen, hè? Want je zit nu wel op een limieting. Ja, we zijn nu bij de gym hier, dus het maakt niet uit, hè. Yes. En dan wordt de limiet 55. Precies. En dan doen we eerst nog even wat tussendoor dingetjes. En dan moeten we gym 8 doen. Want dan kunnen we elk Pokémon gebruiken. Ja. Pokémon. Ik wilde eigenlijk die aflevering gaan zoeken nu. Er was een of andere dat ze dan in een feest zitten en dat als er Pokémon wordt gezegd dat ze dan een glas leeg moeten drinken. Oké. En ze waren aan de zware alcohol natuurlijk. Lekker. Aan die watermelon fizz? Volgens mij was dat toen nog niet een ding, maar we kunnen voorstellen dat watermelon fizz was. Farigiraffe? Farigiraffe. Hele Goro Goro Pokémon. Zeker. Is good to test your make-up? Nee, zeker niet. En dan ga ik voor Honkloss. We're doing this editing. Het is jammer dat ik geen steel type kan worden. Maar jij hebt toch balls of steel? Zeker. Ah, fuck. Nu is mijn defense gedropt. Oké, aanvallen. Hij blijft maar droppen. Oké. In ieder geval is hij neer. Ik moet alleen kijken, want volgens mij is hoezo kan ik Aqua Teal niet gebruiken? Wat voor ability heeft hij? Aqua Jet. Nee, Armor Tail. Wat is Armor Tail? Oh, dat counters priority moves. Wat een tyfus onzin is dat weer. Wat? Holy crap. Holy shit. Espefra. Guard of War. Behoudt hij zijn... Terrestrialize als ik hem switch, ja, hè? Ja, ja, zeker. Kijk, want... Ik wil hem nog niet swappen, maar ik wil even de stats zien van Lucario. Oké. Dan ga ik wel voor Garchomp. Dan als Guard ervoor uitkomt, dan moet ik switchen. 100% switchen. Voor Espefra kan ik wel Garchomp even gebruiken. Nice. Cringe. Ah, weer geen one-shot. Overleef. Never. Wat een misgun. Grrr. Mijn Garchomp zegt grrr. Ja, dat snap ik wel. Oké. Corviknight. En dan healing, de healing. En dan hoop ik setup in. Een nerf. Jij kan geen berries meer eten. Oké. Okay. Hyper potioning. Of ik kan één max potion gebruiken. Wat gebeurde... Had jij niet een revival pot? Jawel. Ah. Was nog niet zo fijn, maar... Oeh, dat doet niks, Zing.
Onklos. Waarom moet hij altijd die special defense drop krijgen wanneer ik het niet wil? Oké, okay, nog één keer home cross. Jezus Christus. Goed, de vuile bit aan het komen. Lekkering. Maar goed dat we die max potions hebben gekregen. Is een Sparker ook flying? Nee, puur psychic. Geen drop, geen drop, geen drop. Nice. Steelwing. Hoppeteng. Kijk, de laatste heeft psychic, moonblast, battle blizzard. Battle Blizzard. Het is toch... Grass Move? Waarvoor heb jij een Grass Move nodig? Hyper Potion. Of... Nee, Hyper... Ja, Hyper Potion. Nee. Gewoon Drill Pack. Oh, Flawless is natuurlijk van zichzelf Fairy. Ja, dan Flawless is toch helemaal geen Psychic Pokémon. Het is... inderdaad, inderdaad. Maar het wordt wel psychic. Not a thing. Kijk hoeveel die psychic van hem doet. Moonblast. Nou, dat doet ook veel. Drillpack. Ah, fuck. 120. Kan. Ik moet goed rekenen. Jazeker rekenen. Rekenen maar niet op. Hier wil ik fucking hell. Nu deed het meer. Oh, crit. Nou, daarvoor hiel ik dus. Jezus Christus. Heeft die Azumarill steroïden of zo? I have huge power. Holy shit, maat. Ik hou van mijn Azumarill. Ja, altijd. Oh, ik gewoon ook altijd Azumarill. Player of Azumarill is gewoon zo goed. Maat. Holy crap. Yeah. Die is gewoon niet normaal wat hij met zijn ding doet. Yay, yeah, we did it. Yes, we did it. Het lukte. Zijn we eindelijk hier vanaf. Ik ben wel heel erg benieuwd welke Pokémon jij in de cage match gaat gebruiken. Spannend. Ja, Bob is steeds... er 5 ook kwijt, kutzooi. Ja, dat is wel echt sad. Maar je mag hem nog wel gebruiken, gelukkig. Ja. Nou, misschien krijg je zo meteen nog een veel betere Pokémon dan Bob. Bob is een OP, boy. Ja, maar als je nou Mudkip krijgt... Ja, maar ik heb al een Bob. En Bob heeft, hoe heet dat? TM usage. Oeh, ja. Dan is het wel lastig. Kijk, Rika is wel een goede Elite 4. Maar Poppy of zo. Poppy. Had Poppy dan een gymleader gemaakt? En dan gewoon van de eerste makkelijkste gym. Dan krijg je een of andere makkelijke steel type, weet ik veel. Fairy typing. Ja, maar zij is meer van de steel typing. Maar dan gebruik je gewoon Klefki en weet ik veel, Bronzor met heatproof of wat dan ook en nog iets anders.
Oké, Pokémon Battling Timing. Ja, ik wil even healing diensten. Ah, nou ja, dan ga ik ook even healing diensten. Denk jij healing diensten? Ik ook healing. Ah, fuck, de game doet weer traag. Fantastische gaming SB spelen wij. Ja. En nu probeer ik het niet eens zo te zijn, hè? Nee. Sure, jongen. Lekkering. Lek. Nou, in dit geval is het lekkering. Oké. Pokeportaal. Ik ga jou even minimaliseren. Dank u. Ja. Dan gaan we naar de Link Battling. Link Battling. Oké, oh fuck, dat springen. Ook Ordling. Single Battling. Searching for an opponent. Voor een Milaning. Yes. Kijk, wie gaan we even in? Ring. Lekker ring. Tegen Milan. Yes. Ah, ik mag kiezen. Normal. Oh nee, hij mag kiezen. Ja, zeker. Oké, ja, je hebt nu wel een iets uitgebreidere team. Kijk, Zoomeril mag je niet gebruiken, Quagsire mag je niet gebruiken. Weet je wat? Ik heb één Pokémon in gedachten die super goed zou zijn. Maar ik ga hem dit keer niet gebruiken. Ik ga voor een andere. Interessant. En dat is puur dat ik dan wat meer dingetjes op mijn mond heb. Want ik heb er niet zoveel. Ik heb 2 met de revive. En hier zou ik wel TM's op willen hebben, maar ja, dat ligt een beetje aan wat jij kiest. Wat heb jij gekozen, Milaning? Dat is een girl. Uh-oh. Oeh, dit kan nog wel even... Interesting wording. Even kijken, wat heeft dit voor effect? Oké. We gaan eerst wel voor dit. Oké, en nu gaat het gewoon liggen aan hoeveel beurt ik slaap. Kijk, de eerste heb je als freebie. De tweede ook. Uh-oh. Oké. Ik was dus bang dat je nu voor sleep powder zou zijn gegaan. Rage quitting! Nou ja, ook Jumpluff had een revive, dus... Ja, nou ja, je kan zeggen wat je wil. Hij blijft in je team. Ja. Oké, ik ga voor TM's. Zodat ik ding nog meer kan volpompen met goede moves. Let's go! Nou ja, Garchomp is niet goed in gym. Het staat gewoon weer 7-7 nu, hè. Oh, fuck, ik druk op nog een keer. Oeps. Lekkering! Yes, de comeback! Ja, vorige week was gewoon geen goede week. En die week ervoor ook niet. Dat ging gewoon niet... dat ging uber slecht. Yeah. Zoals dat in Duitsland zat het aan. Maar nu ben ik wel benieuwd, Milaning. Ja. Welke Pokémon eens gaan wij in krijgen?
Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar, ja. Gaan we weer Pokémon iets vangen? Daar gaan zeker weer Pokémon vangen. Kijk, hoe ver zitten we in de aflevering? 15 minuten. Oh, op de helft. Nou, dan kunnen we zeker de nieuwe Pokémon iets krijgen. Ja, en ik denk dat ik dan offscreen nog even wat candies ga fixen. Ja, dat is zeker in handiging. Zeker in handiging. Dat moet ik ook gaan doen. We kunnen trouwens kijken of we nu verder zijn met met de decks. Dat we dan Excel candies als reward krijgen. Nou ja. Dat is misschien nog wel een goeie. Kijk, ik vang de rods. En dan ga ik even ook koekloeren in de dexing. Hoe ging dat ook weer? X. Oh, verkeerde knop. Kutzooi. Kijk, net bal, water, steen. Nope. Ik denk dat het, ik ben nog heel ver van candying. Oeh, candies. Oeh, maar het zijn wel de XS. Ik weet niet of dat zo'n geweldig ging is. Nee. Ik kwam tot de watersteen. Setting. Oké. Okay. Ik denk dat we moeten farmen. Dat denk ik ook. Nou, in ieder geval kunnen we kijken wat de Pokémon in zijn. Denk je dat je wel nog in staat bent om een Titan te doen? Deze aflevering? Ja. Ligt een beetje aan hoe lang het duurt voordat we allebei ons teampje hebben gecomplete. Ah, okay. Tenminste, alle Pokémon hebben. Ah, ja, ja, ja. Nou, ik moet het zou wel helpen als ik gewoon een groepje met Fido tegen zou komen, maar... Fidoing. Anders ga je toch gewoon naar het eerste routetje. Dat doe ik nu steeds. Het is wel kut voor degene met wie je ruilt, maar... Ja... Ik heb ook aardig wat afleveringen tijd verspild om een Litleo van level 20 te vangen. Mm-hmm. Wat niet in de bal wilde gaan. En bijna mijn team uitmoorden. Kijk, scatterbugging. Ik moet wel zeggen, de competitie tussen ons, hè, dat voelt een beetje als... Nou ja, Jordi weet wie het is, maar... Simo en... Gage van... Of, Minmin. Nimmin? Nimmin? Minmin? Dat is van de Yu-Gi-Oh! Progressie-series. Wow. Die staan ook steeds nek aan nek. Kijk, wat een idee. Surprise. Weet je wat wel vet zou zijn geweest? Huh, waarom heeft dit ding een stuntspoor? Ik wist niet eens dat het kon leren. Maar wat echt super mega vet zou zijn, maar waarschijnlijk nooit kan gaan gebeuren. Nou. Als we, zeg maar, zo'n lok als dit deden, met meer mensen, en dat we dan randomizen wie tegen wie moet. Ah, dat is wel bij de cage matches. Dat is echt fucking nice. Mm-hmm. Dan heb je twee winnaars en twee verliezers. Alweer een winnaar. Ja. Even kijken. Fomentis. Of je kan, wat ik ook wel eens heb gezien, is een 2v2 cage lock. Oeh. Dan dubbel battle. Yup. Oh, dat is ook wel ziek. Gewoon echt in teams, zeg maar, de hele serie. Oh. Dat is wel echt ziek. Maar dan moet je wel echt teams hebben die een beetje gelijkwaardig aan elkaar zijn. Jordi en Sander tegen ons. Nou, Sandring is heel slecht. Ja, maar Jordi is zo pro player. Ja, oké, okay, dat is waar. Ring. Kijk, volgens mij is de limiet nu 55, hè? Klopt. Ja, oké. Okay, nou ja, ik heb een Fomentis. Oh, het is ik niet... moet even met jou meekijken. Fomentis? Ja, dat is jouw favoriete Pokémon. Nou, ik had liever Bounsweet.
die laatste evolutie is best wel pittig. Nu krijg je alles wat je krijgt, moet je wel bijna accepteren. En zo meteen als we Gym 8 hebben gedaan, dan moeten we alles accepteren. Ja, behalve het een gecheating. Ja, behalve gecheating, guys. Oeh, ja. Een Fuecoco? I'll gladly accept Fuecoco. Oh, die is level 100. Level 1. Lekkerie! En ik denk dat dit gebroed is. Ik zie al dat het Modest Nature is. I do be loving Modest dat Nature. Dat jij zo wilt winnen, dat baart mij zorgen. Larvitar! Wow! Dat is wel Poggerino. Dat is zeker Poggerino. Daar kan je zo'n sterke Tyranitar van maken. Ja, daar ben ik wel blij mee. Ja. Zeker nu Garnakkenakkenakkenakkel eruit is. Nou, dan is dit wel een goede vervanging daarvoor. Precies, de vervangers. Level 1. Level 1, eh. Horsey. Horsey me rolling. Meeting. Ik weet niet of we in de base game Horsey kunnen... Volgens mij niet. Maar volgens mij was het Kitakami. Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Even koekeloeren. Togeleveling. Ja. Waar ik dus laatst achter kwam, was dat je ook physical Kindra kan gebruiken. Ja, alles kan. Ik kan me niet voorstellen dat je fysieke Kindra gebruikt met Dragon Dance. Het is een special attacker. Hoezo kom je met een fysieke Kindra aanzetten? Oeh, Mareep. Dat is wel ook zo'n geile Pokémon in. Ja, dit is, als ik die ook mag gebruiken, dan ben ik echt zeer content met de Pokémon die ik nu krijg. Ja. Dat is een stuk beter dan de rest van vandaag. Kijk, oh. Ja, nice. What the fuck, maat. Wat krijg je? Nou, dit. Een Fliddle. Wat moet ik hier nou mee? Nou, sowieso moet ik het accepteren, maar... Ja, level 17, maar... Maar je hebt in ieder geval een Fuecoco gekregen. Fuecoco. I'm in love with Fuecoco. Ja, yeah, I'm in love with Fuecoco. Not gonna lie. Oké. Okay. Gewoon voor de zekerheid. Ik heb het gevoel dat die Espeon al de hele tijd in jouw team zit, maar nog niks heeft gedaan. Nou, misschien. Maar hij heeft wel psychic. Nee. Lekkering. Ik weet niet eens of ik hem überhaupt heb gebruikt. Oeh, een Blissey? Zou die over het hoog level zijn? Een Blissey? Hoeft niet. Hij is wel een cute gezichtje. Hij is ook zo'n cutie guy. Ja, Meteor Mash. Dag, Metal Claw. Oh, die is iets te hoog level. Oeh, dat is wel... Ja, klein beetje. Klein beetje te hoog. Was wel vet geweest. Zeker. Kijk, Charizard, een paar levels omhoog. Ik heb zin om een beetje mijn team te gaan switchen. Mag ik je wel iets aanrading? Ja, maar ik weet niet of ik wil dat je met aanrading... Ik kijk even of je... Je Charizard Flamethrower kan geven. Nou ja, dat is wel een goed idee. Kijk, dat is gewoon advies uit goede bedoelingen. Dat is lief van jou. Ja, zeker. Jij bent wel zo'n lieve guy. Ja, zeker. Oeh, Blissey gaat gesend worden naar George? Krijg ik dan Fred voor jou? Is dat een Fred? Misschien heet hij Fred. Kijk, mag ik van jou Earthquake tegen? Fredchinder. Fredchindering. Dat is geen Earthquaking. Wanneer krijg ik Earthquaking? Never! Pleasing? Nee, pleasing. Jij verdient geen Earthquake. Kijk, Hyper Beam. Oké.
Maar je merkt wel hoe verder we zijn, hoe makkelijker je je team compleet hebt, zeg maar. Of de Pokémon kan accepteren. Ja, dat maakt het wel een stuk makkelijker. Maar goed, je moet eerst door het begin heen en dan kom je er wel doorheen. Kijk, Poison Jab. Klap, klap, klap. Slap, slap, slap. Kijk, is er ook een TM voor Iron Head? Ik zou heel graag Iron Head op Garchomp willen. Ik zou graag zometeen de aflevering beëindigen en dat we dan eventjes Candy gaan farmen voor de laatste paar minuten van de avond. Ja, ik moet zo mijn vriendin ook bellen, dus ik zal. Maar ik ga het gewoon eventjes de komende tijd, als ik even tijd heb, even snel al die candies farmen. Dan kunnen we de Larvitar en de Breloom eventjes trainen. Dat is wel super geiling. Zeker super geiling. Ik zal ze later wel even kijken voor de TM's. Is goed. Yes. Dan wil ik iedereen bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.